Oh, gewoon rustig in de land Oké. opeens, ja. Zeg, Paul, je rijdt nog altijd niet meer VR, hè? Oeh. Ik ook niet, hè. Nee, is het gedaan? Ja, het zit hier in de kast, maar ik heb gewoon geen zin om het allemaal uit te halen. Ja, Nou ja, dat valt bij mij wel mee. Ik zie erop tegenop om mijn koptelefoon uit de kast te halen. Laat staan het stuur of op de VR-bril of zo. En dan ook halen. Ik ga mijn scherm te halen. Oeh. Eerst rustig aan, hè, Mark. Kom maar, Peter. Dank u. Maar de 2,45 haal ik niet, maar jullie hadden de 1,45 belangen daar niet. Oh, come on. Ik deed rustig aan, ik vlieg al uit de bocht. Sorry? Oh, oké. Dan is er nog hoop. Zolang je maar onder de 1,51 blijft. Dat is het belangrijkste. Ja, dat is humiliated, hè? Panda press. Smaf, als ik echt heb vinden rij, voel ik sneller rij. Morgen richten. Komt er. Dan kan je het niet. Oh man, man, ik toch. Godverdomme, het is al dat is zo lang geoefend en weer niks geleerd. Of maar. Papa. Nee, niks geleerd. Niks geleerd. Volgend rondje moet het zijn, hè? Oh nee! Ah. Ik ben niet zo klaar met dit. Het zit erin, ik voel het, het komt er gewoon niet uit. Dat is wat je zegt. Ja. Ah, shit. Zonde. Het ging net lekker.
Mark. Man, man, man. Het kan beter. Nee, hier doe ik ook tijd verloren. Sur les derniers camps. Ok. Ok. Dus niet. Dat zal beter dan de rest. In 46, 9. Man, 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 man. Met de taxicontrole toch nog in de wagen. Nee! Ah, oh, ik ben wel goed. Fuck. Oh, ik heb anderhalf seconde niet goed. Fuck. Ja. Aha. In 45 kan je inderdaad een limiet worden. Oh, come on!
Ja, leeg gaat hem echt goed zo. Nee. Die laatste chicane, daar heb ik nog heel veel liggen blijkbaar. Oké. Ik scheel weer niet veel meer geluk. As per usual. Oké. Let's do this. The last try. Toma. Ole, come on! Ja hoor. Ja, nee, dat ook niet. Nee, dat is geen idee. Oké. Okay. Let's go. Ik heb dus iets minder snel dan de juist, dat ik dat niet kan valideren. Oh nee, dat vind ik wel een idee. Oh, zeg nu niet dat ik voor niks aan de kant ben gegaan, hè? Het niet mij. We zien wat dat zegt. Maar ja, het wordt heel stabiel. Dus. Come on, volgende kant. Tuurlijk. Ja, ook trouwens, Peter. Ja, ik weet niet wat het is. Ik heb hier voorlopig nog niet het gevoel in dit spel. Kom toch. Ja, vast. Maar het kan wel een tijd duren. Ik weet echt niet. Ik kan niet heel consequent op de limiet rijden, zeg maar. Dan maken we weer eigenlijk een foutje. En experimenteren lukt niet zo goed als in Project Cars. Met bochten anders aansnijden of anders remmen of dat. Dat lukt me gewoon niet. Maar ja, goed. En nou maak je een fouten. Wat verdomme. Oh! Ja. Nee, het is moeilijk om te valideren.
2 minuten is genoeg om rond te raken. Hè? Ja. Maar ik ben nog niet op de fiets natuurlijk. Ik ga nog 1 rondje rijden. Eentje. Alle, come on! De ene slechte bochten. Oh. Maar ik blijf rijden, hè? Ja, ik klik er toch uit, joh. Godverdomme! Mooi. Nice. Ik weet niet waar ik dat moet zoeken. Oh, mijn oog jeukt. Fuck. Oh. Holy hell. Dan druk ik een beetje laten zakken. Met een brandstof op. Bandjes. Tik. 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 Oké. Kom op, laatste rondje. Come on! No. Damn. Dat is al geen snel eerste sector. Ja, dat wordt niks meer. Ik weet het niet. Voorlopig nog niet in zo. Ja, dat weet ik wel. Dat weet ik. Het best wel eventjes geduurd, maar... Ik snap het alleen niet, want het rare is, in februari reed ik wel snelle tijd in ACC. Dat is het frustrerende. Oh. Dus wat dat is, dat snap ik echt helemaal niks van. Fuck. Ik had het over de lijn die in de bocht, hè. Oh, ja, dat is zuur, hè. Ja. Echt al een paar, het zit er echt in, zonne. Maar het komt er niet uit. 20 minuten racen. Yes. Joep. Benzine. En dan moet ik ook nog even doen. 20 minuten. 2 minuten per rondje. De session has ended. Ja, het komt zo. Ah, oké. Okay. Dat is nog een waytimer, denk ik, dat erin zit. Komt zo. 10 rondjes. Alles. Dus. Ah, 30. Ja. 30 liter, 40 liter. Ja, 40 liter. Fuck. Zullen we niet snel nog iets kunnen aanpassen? Klik hier op wet, dat is niet de bedoeling, hè? Ja. Op het rijden klikken, jongens. Fjol. Safe. Ah, ik weet niet wat voor start procedure dat we hebben geselecteerd. Ik hoop dat het een kort is. Ja, inderdaad. Dat is gewoon... Ik denk dat dit een versimpelde is, want je kunt niet sneller rijden dan 90 of zoiets, denk ik. Ik denk dat we sneller dan 90 gaan, inderdaad. 81. Nee, 84 haal ik soms. Ik reed daar juist 88 mee. Dus ik heb even gas gegeven op 90. Nokte hem uit.
Ja, 90. Dan begint hij te bokken. Wat noemde dat? Ja. Met zwart paard uit. Op de... Oké, okay, succes. Ja, succes. Ja. Succes, hè, jongens. Waarom mogen we niet rijden? Oh, sorry. Oh, Peter. Dat had ik niet moeten doen, Peter, volgen. Nee, ik schok van Luc en Pim voor me. Zie je dat links van mij nu? Ja. Fuck. Ja. Kom maar. Ja, het is wel de band te blijven, hè. Ja. Ik was aan het rennen, voor u. Jij had de lijn. Ja, ik schok toch. De chicane. Oh. Oh, sorry. De serie. Safety rating penalty. God damn it. Mijn scherm is aan het vegen. Man, er is gewoon op. Ik denk dat ik op de eerste plaats ben nu. Oh my god, man. Come on. Okay.
Auw. Oh, mijn shift. Oh, mijn achterbanden zijn zo. Dag. 46 heen. Nu 45-8. Allee. Ja, dan poes je daar. Oh, is ook een gewoon bezig. Jezus, wat een pijn hier. Probeer ik te veel, maar dat niet eens, ja. Zoals vandaag je geen speedtanks meer krijgt, dat kan het meeste zijn. Moet je zien of dat je in groen rijdt of in rood.
Dat zag er dodgy uit, Paul. Het is wel mooi in beeld. Dat is hier niet zo breed, hè, Paul. Ja. Ik had het geanticipeerd. Ja, dat is fijn, hè, die radar. Beter en beter, hè? Niet? Inderdaad. René gaat het graag hoor. Nou, René moet niet meer oefenen, die heeft genoeg oefend. Hier deed een 1.448 of zo. Shit. Dat is goed binnen. Wie shiftte de laatste bocht weer? God damn it, ik ben al een seconde te harder. Door één niche. Nou. Oh nee. Ah. Dat is spijt. Oeh, dat was een bijna kwijt. Dan wou ik hem iets te hard gooien daarnet. Ja, dat kan daar zeker, maar het kan ook grap niet gaan. Ja, zoals nu. Oei, wat een laatste kut. Oké dan.
Wil je een drop of? Bij mij valt het nog mee. Ik ben gewoon meer risico's ontpakken, denk ik. Dat helpt uiteraard ook niet. Ja, ik ook, want die komt echt aan. Achter mij. Dank u. Wat voor het dan? Ik heb even 4 rondjes benzine, dat is perfect, hè. Ik word 5. Ik moet daar 5 zo van hem op. 2,79. Dus ik kan niet eerder ik lief. Doe me! Het gaat voor in mij. Ja, nou, dat komt niet meer. Ik denk dat ik het jullie toch nog een klein beetje moeilijk gemaakt heb. Ja, goed gedaan, Cliff. Dat inschakelen in je bocht, dat weet ik simpel. Ik ben niet overtuigd.
Goed, hè? Geeft mij ook zo. Goed! 36. 17? Ja, maar mij is 76. Wat is 70? SA, is dat 70? Ja. 62 zit ik. Mooi. Miauw. 75 track rating. Dat zal 70 gekost hebben. Nee, het gaat er niet af, het gaat er niet af. Niet? Nee. Ja, bij mij vorige keer wel. Vorige keer bij mij wel. Ik had bij René ook per ongeluk gestompt en die keer gelijk is de kap. Ja, dat is leuk. Maar ik wil er nog wel in doen. Oeh. Ja, nice. Mooi hoor. Ja, en ik heb die daarna ongeveer nog eens gereden. Twee seconden van jullie, dat is niet slecht, jongens. En ik ben geen millimeter sneller, hoor. Ik snap er echt helemaal niks van. Ik heb een filmpje opgenomen. Peter, misschien dat het zin heeft om er eens naar te kijken. Ik weet niet of je dan dingen ziet die als u kunnen helpen of zo, maar. Ja, dat straks uploaden. Kijk maar. René die had erover met remmen en gas geven, dus daar ben ik op aan het concentreren, maar het scheelt niks. Mm-hmm. Wat zal ik doen? Bocht insturen ben ik aan het experimenteren. En dan de trek kiezen, of? Hij staat dit is wel afgezaagd nu, hè? Ja. Iets anders, kom je. Ja, dan moeten we eruit, hè? Voorkeur. Ja, best wel. Ja? Kijk eens dan. Ah ja. Eruit hier, kwit, hè? Ik zet hem even aan, jongens. Jullie hebben zijn setups. Ja, ik heb niet gesaved, setups gesaved, weet ik het wel. Nee. Oké. Ik stop de server. Jo. Oké. Met een garbage control is het doorgelopen. Amai, eindelijk. Oké, dus ik verander naar welke track gaan we veranderen, jongens. Iets wat we nog niet gedaan hebben in de wat is er iets gezicht in de chat? Dus geen zolder, geen spa, geen. Ja, misschien. Ja, maar ja, waar gaat het dan? Ik heb een idee. Oh, van alles. Ik heb hem gestart. Doe maar iets. Ik heb hem gestart. We zullen zien wat dat geeft. Oké. Ik heb die zelf ook nog niet gereden, dus ben benieuwd. Dus hopelijk ene dat ik heb. Hopelijk. Ja, je zit er al zoiets. Shit. Hoop ik hem zelf. Je kunt hem wel starten, maar dat is wel niet goed. Wacht eens even kijken, singleplayer, kan ik die een track kiezen, of niet? Zandvoort. Zandvoort? Ik kan hem zien, ja. Ja? Ik zou hem, ja. Oh, daar had ik toch, die heb ik wel eens een keer gedaan, man. Fucking hell, man. Die eerste, die tweede bocht. Nee. Dat is een andere track, ja. Dat gaat niet. Ik weet dat mijn XML maar ineens zei dat je dat best niet doet. Je moet zo opnieuw agressief en dan dezelfde aanpassing doen. Mm. 3.3. Ah, de top gear staat er ook bij. Ja, dit parcours ken ik dus helemaal niet. Holy shit, ik weet niet waar hier, of hier een bocht komt of zo. Spannend. Ik ben in heel leven naar drie parcours geweest, hè? Spa, zolder en deze, in het echt dan. Dat is de eerste keer dat ik deze in virtueel doe. Hier heb ik zelf wel eens op gereden. Maar nog niet met die. Noem ze wel. Ik weet niet of die hier ook al in zit, die nieuwste update van Zandvoort. Oké, de curbs zijn niet fijn. Dat kan ik u nu al zeggen. Ah, dat zal even aanpassen zijn naar iemand. Ja, blijf van de curbs af, zou ik zeggen. Dat is mijn eerste ervaring van de curbs.
Op je manier maakt het allemaal niet zoveel uit. Het is allemaal zo. Het is allemaal oké. Dit is van de kampassa. Dit is wel een heel traag parcours, precies. Hè? Enorm klopt. Veel vlokken. Een beetje zolder. Ja, veel trager dan Imola in ieder geval. Vijf, zeven, vier. Oh, ze kan de banden doen. Ah ja, dat weet ik pas als ik rijd natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja. Oh, die hoogteverschillen, man. Jezus. Maar in Nederland, hoogteverschillen zijn niet hoog. Ja, aan de kust dan. Grote duinen. Aggressive tweet. Safe. Eens kijken. Ik kan op 4 rijden, op misschien op 4. Oh, is dan dragend, inderdaad. Hoezo wheel spin? Sorry. Nee, hier ga ik. Maar ik wist dat het een moeilijke was. Wel technisch aan mij. Ik rij al in. Oh my god. Ik ga ze niet gebald hebben. Thanks, Andrek. Let's do this again. Ik veel wel eerst versnellingen. Oh! Fuck! Nee zeggen, Zandvoort doen we nooit meer. Oh, ik ga hem wel. Wij zijn hier met Formule 1 gereden. Oh shit. Hier kan ik wel snel aan denk ik. Oh man, hier kan ik veel sneller. Maar ik zit precies zo stil in mijn bocht, waar ik niet stil moet staan. Holy shit man. Dat ligt hier wel wijd, amai. We zijn bij de baan. Sommige stukken. Wil ik hier eens zijn? Eerst eens proberen de feiten te zetten. Oh! Of van misschien wel een afdaging. Dat menen niet, hé. Hey, maar zo ga ik geen tijd hebben. Welkom. Welcome to my world. Haha, bij mij ook zo. Hoera, een tijd. Ah, hey fella. Oh, okay. Muur. Au, 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 au. Au, pijn. Au, pijn. Oh, wacht. Ik kom hier in een zin op tanken, want ik... Ja, ik heb er minstens nog tijd. 40 liter. Soms moet zijn. Wat heb je iets van tijd? Dat is vergelijkbaar met iemand anders. Nee, het zal zelfs niet zijn, hè? Maar dit is een twee bocht, denk ik. Oeh! Oh, maar die, oh, die rent erop. Oh, nee. Wat is dat, joh? Dat komt ook bijna zoveel als Poolse Ma. Man, 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 man.
Ja, van Kersje, dat wil ik even op. Pas op! Gewonnen. Een bocht terug, dat kan, dat kan. Hier moeten we dan wel verremmen. Oh, maar die curbs, wat is dat dan? Zij toch? Oef. Niet aankomen. Pak je wat? Dat is heel mooi. Achterwand auto aan. Ah ja, dat hoeft nog niet eens. Oké. Okay. Kunnen ze hier rijden met Formule 1 auto's, man? Holy hell. Ja, dat is zot, man. Dan de rest die map kiezen, de rest van de track van de ronde even op rustig rijden. Of je moest genoeg benzine hebben natuurlijk. Ja, gewoon rondjes rijden. Ja, en zo, hè. Maar dat land is zo klein, ze kunnen niet meer doen als bochten leggen, want het land is op. Ja, weet je, de bedankt. Maar was dat vroeger niet veel sneller dan voor? Ik heb alleen maar achteruit zien racen met caravans of zoiets. Ja, ik kan me precies herinneren dat dat vroeger. Is die al niet dood? Nee, dat is Nürburgring, hè? Ja, nee, die was toen een dooi. Oh, klopt, deze kunnen sneller nu, maar. Oké. Okay. En dit is trager. Ik krijg gewoon in het midden van de weg en ik doe elke bocht gewoon vanuit het midden van de weg. Jesus Christ, ik ben traag. Maar zwart. Begin in de flow te komen. 1.43.6. Nice. Godverdorie, ik pak heel de tijd naar die tachobocht net in Velland. Klein beetje te sexy, altijd leuk. Godverdomme. Mijn eerste tijd in 48. In 42.5. Jesus Christ. Je hebt naar binnen weggevonden. Maar ik zou wel op engine map 4 en voor mij is dat gedrag staan. Ja. Om wat in te komen. Dus. Nou, ik sta op full attack mode. Oh, ik heb maar in de mode. Ja, ja, maar ja. Slechte boek is. Kijk, ik zit nog altijd boven de 1.50 voor alle duidelijkheid, hè? Ah, echt? Ja. Oeh! Zand. Een heel trage bocht hier, lief. Slag tegen. Iets als deze. Ik ga even proberen wat te volgen. Zeg je op. Geen garantie voor succes, maar oké.
Uit de hart. Allee! Ik zei het ook. Sorry. Ik zal mijn bandendruk van achteraan verlagen. Bij mij moet er wat af van de bandendruk, die zijn te hoog, dus... Ja, door, ja, ja, verlagen, hè. Nee! Bij mij ook. Dus... Moet jij je liefde? Een beetje. Ja. Met deze bandendruk wel. Oh, jammer. Ik kan even stoppen, ik kan mijn banden niet aanpassen. Ik voel het. Oh, die velden van mij, een half parkje zou goed zijn, denk ik. Een half parkje? Dat is al best wel wat. Maar is het met een D4, mijn D5 verlagen? Oké. Okay. Tractiecontrole is dan goed. Maar ik heb eigenlijk voor dit stukje dat. En it's gone. Dan nog één rondje proberen, één of twee rondjes proberen te rijden. Een vierde tijd. Oh, nee. Oh, fuck. Lap invalidated. Man, ik heb 5 seconden gevoel. Nu nog maar 4. Probeer wat en meteen daarnaast. Aha. Mijn banden worden een beetje te warm. Ja, die moet merken. Dan moet je ze harder, hè? Maar ik kan toch proberen. What's going on? Die bond te vliegen. Oeh, wat? Ja, of de. De pumpers. Geen idee wat er gebeurd is, maar ik begon ineens te vliegen. Dat was gewoon op het heuveltje, van achter. I believe I can fly. Als ik hard genoeg op dat zand ga, kan ik dan de zee zien? Ja. Ja. Zo hoog genoeg vliegt wel, ja. Daar gaat mijn toestelling wel voor de race. Bij hebben, denk ik. Oh, dit is zo'n bochtje, gelijk op Brands Hatch, hè. Oh man, dat haalt ik, hè. Oh. Alright. Nou, mijn linkerkant is spoedig. Hotlap, incoming. Oeh, nee. Oh. Oké. Okay. Oeh, driftig. Dat driftig was geen goed idee. Current tires. Een half perkje voor. Hé, weer vliegen ze? Oeh, mei. Nee. 20,5. En... Fuck, ik ben vergeten wat op. Oké. Okay. Back. Save. Ik wil nog eens proberen. Safe. Ah, ik wil hem niet meer zien. Eens proberen. Ik heb toch niet veel tijd meer. Oké. Okay. En nog maar 3 minuten.
zal wonder zijn dat je die tijd kent bij. Ja. Ik vind het wel chic, die van de crew daar, van de pit dingen, hebben wel hun ruiten gewassen van voor. Dan oh, mogen ze weg, ja. Sympathiek van die gasten. Redelijk. Ja. Ik kent hem. Ik niet. Ja. Misschien dat ik dat ben ik nog te voorzichtig. Ja, iemand ook. Door zwammelen. Ja, komt er wel. Komt er wel veel op het in. Dat was volgens mijn moeder. Ze ligt er wel, maar je kunt ze maken. Ja, dit daar. Ik denk het wel. Ai. Oh. My god. Auto, wat doe je? Nee. Laatste poging. En ik doe er echt heel lang over om dat parcours te leren kennen. Ah oh, nee, ik zat op de fout in engine, man. Fuck. Engine map. Ja. Ja, ik had hem op 4 zitten van de vorige. Bij mij zit hem op 8. Maar volgens mij moet dat blijkbaar. Ja, een Duitse. Ja, maar ik heb ook een Duitse, voor mij is het normaal. Nee, ik kan het niet meer halen. Fuck. Ah, dat sukt. Ja, dat is een goeie. Oh, mooi. Maar dat is pure trekkennis, denk ik. Ja, dat is alle kom, jong. Dus, ik kan nog geen handje rijden, jongens. Strappen dan. God. Ga niet meer. Rondje. Jawel, ik ga het juist halen. God damn it, ik niet meer. Het is hier niet gezellig, gewoon. Blop. Nou, dus dan is het misschien toch iets te laag. Nee, het is kapot. Het is kapot. Ik zie mijn band. Oké, mijn band is niet goed. 17, vind het prima. It's okay. 1, 2, 3, jongen. What the fuck? Nice. Oh. Ik heb de tijd nog. Ik heb niet de tijd. Een moment of silence. Ja. Ja, dat is ook. En hij gaat weer bij. Als ik hem zo goed is dat. Ik weet niet of dat die ambitie er is, hè. Goed, jongens. Goed. Let's go. Tanken. 40 liter. Wacht, je wacht juist zo blij dat je bij mij bent rijden, wacht. Ja, het is verdomme. Kijk, ziet dat parcours er nou niet uit als een scheve lul? Toch? Mijn rek.
Maar ik word opgenomen, hè. Fucking hell. Ik durf te wedden dat zelfs René dit stuk gemist heeft, als je dit ooit zou gaan zien. Durf ik te wedden. Ja, het is nou, net een leuke track. Hè? Oh ja. Ja. Wop, 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 wop. Kan we er geluidjes bij maken, ja. Brum, brum, brum. Zoals vroeger op de fiets, hè. Brum, 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 brum. Ik doe dat nog altijd in de auto. Brum, brum. Clip, dit komt allemaal op internet, hè. Brum, brum. Oh, joh. Ik heb lief. Ja, ja. Doe een low tire pressure. Hoe gingen die nu weer? Dus als de laatste op de lijn gaan, dan we starten. Die kan verkeren. Oh, 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 we zijn aan het duur. Oh, sorry. Ik dacht dat ik daar wel niet tussen ja. Moeten we nu in Nederland laten doen? Oh. In Nederland rijden? Ja, ja, zo gaat het. Goddammit. Oh, bocht, ik zit aan clip te kijken. Hey, kijk, daar het zand. Wat een zand, ik. Sorry, Peter. Ik, dat maakt niet uit. Ik heb niks te maken, maar zo zoet. Goh, hier is toch altijd een beetje gissen wat ik moet doen. Welke racing man? Die zwarte. Ja. Oh, sorry. Sorry. Oh, wat is dat? Dat klonk als een schip. Oh. Ja, dat was ik. Dat was mijn schuld. Ai. Ouch. Schade. Oh. Spoiler daar. Light damage. Who needs down the force anyway, right? Ach, weet je wat dat is, hè? Als ik klaar ben met Poles and Mod, is het ook light damage en een rear. Oh. Holy fuck! En dan ging ze toch, morgen hoort ze toch allemaal, of niet? Ik ben afgeleid. Oh. Dit is toch met een bocht niet zien. Deze is toch met een bocht niet zien. Nee. En dan deze nog niet. En dan deze nog niet. Ah, wacht, en deze nog niet. Nee, en deze nog niet, inderdaad. Snok, snok. Goed geprobeerd, jongen. Wat is met iets goed te doen?
langs. Uw motor had gevallen. Whoopsie. Dat is een beetje zuur. Het is bocht 1. Het is bocht 2, omdat ik aan sneller vlieg. En dit is bocht 3. Ja, 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 ik heb een boek genomen, allee, goed. Kom maar, kom maar, kom maar, kom maar. Als een kippel? Ja, nee. Oei, oei. Het is een scheve lul. Nou, nou. Oh, ik ga dit stuk. Nee. Motherfucker. Man. Light ik damage. Niet jaar. Maar gaat hier even naar kijken. De positie wel werken zo, jongens, aan mij. Staan in zweet. Dat heeft Peter in de eerste ronde ook volgen als over de duinen doen. Dat was niet de bedoeling, hè?
Ah, ik zit toch onder de 1,50, dat is toch al iets. Goed zo, Mark. Ik heb zeker netjes. Een nieuw circuit. Damn it! Oh, dat is goed fout. Blijf van de curb soms af. Ja. Oh, nu is het gewoon wat tijd om die nog. Hier, twaalf lange kanten. Hoi! Dat dafje is rijden hier. Safety penalty. Ja, mijn banden zijn er helemaal aan. Oh! God damn it! Jongens. Gelukkig geen schaam.
Oh, je mag niet te veel willen zitten. Ik kan hem blijven. Oh man, headset is bijna leeg. Nog 3,5 minuut, Cliff, come on! Ja, dat zal zo laat houden, zeg ik. Toegeven dat het een leuke trek is, toch? Er zit veel in die bocht, hè? Oké. Ja. Ik weet niet. Ik zit weer op gepaste afstand van jullie, dus wat dat betreft. Oh nee, de 43-1 is mijn snelste van. Maar mijn banden die zijn niet meer optimaal. Oh, wat doet hij nou? Nee. Jezus. Oh, dat klopt weer. Allee, jong. Elke tijd ergens om één voor de een of andere bocht. Het zijn er te veel. Het zijn er gewoon te veel. Mijn auto is niet bestuurbaar meer. Zo. Hoppa. Even met Cliff meekijken. Nee, het zijn gewoon een hoop bochten, hè. Na elke bocht komt weer een bocht, zo simpel. Ja, bij mij duurt dat ook 100 rondjes. Maar het duurt ook nog wel even. Ja, ik vind het wel leuk toch. Alleen ik moet nog iets met mijn banden doen, want ze worden veel steeds. Met mij staan ze ook iets te hoog, in een band toch vooral, links achteraan. Nee. Ja? Oh nee! Ja. Lief dat er alles stuurde, maar even in de doos staan. Nee, ik ben een beetje kans, want ik snel nog wel het stuur. Ik ben iets consistenter.
Maar zit typisch een versnelling hoger dan ik, Cliff? Ja, maar Cliff niet in 2. Ja, het tweede deel dan. Nee, toch ga je 2. Ik verloor tijd in 1. Ja, je 48. Het schijnt. Ja. Allee, yes. Nu nee, krijg je een setup hier niet ideaal aan de gang. Waarom besleutelt we eraan? Ja, de linkerbanden worden iets te warm, maar ik denk dat je daar niet veel aan kunt doen gezien het bochtig circuit. Links achteraan, maar ik heb ook wat problemen met de buitenkant links achteraan. Dus ik moet wat meer camber zetten, denk ik, links achteraan. De bandenspanning is bij mij nagenoeg perfect. Mm-hmm. Onder de 27, boven 26. Oh, ja. Gezond. Je hebt temperaturen onder de 27? Cliff? De druk. Oh, de druk. Ja, nee, dat bedoel ik, de druk. Daar red ik echt belangen aan niet. Bij mij zat het allemaal veel te hoog. Ja, maar ik heb hem wel heel laag gezet. Hè? Ik denk 28 of zoiets. Oké. Allee, mijn auto. Hoor. Ik heb een bar achteraan verlaagd en een halve bar vooraan. Oh, dat moet ik zond houden. Meteen even in mijn setup aanpakken.